kijkers van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie er allemaal weer zijn. En dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en in deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island gaan wij een soort van verder waar wij de vorige aflevering waren gebleven. Sterker nog, eigenlijk gaan we gewoon verder waar we de vorige aflevering gebleven waren. Want in de vorige aflevering van Minecraft Survival Island ben ik uiteraard bezig geweest met het allereerste gedeelte van mijn echte zombie XP vorm. En de reden waarom ik zeg mijn echte zombie XP vorm is omdat ik namelijk nog nooit eerder een zombie XP vorm heb weten te maken zonder enige tutorials. Dus ik hoop dat dit mijn allereerste geslaagde XP vorm projectachtig iets gaat worden. Dus de allereerste keer dat ik gewoon een XP vorm maak zonder enige problemen. Ik heb serieus geen idee of het werkt. Ik zal jullie het concept even uitleggen. Ja, nu werkt het nog niet omdat ik namelijk nog totaal niet klaar ben met het maken of met het doen van de voorbereidingen voordat we officieel kunnen gaan beginnen met het killen van de mobs. Ik hoop dat we dat de volgende aflevering wel kunnen doen. Het zou tof zijn als we de volgende aflevering de XP-vorm af hebben en er dan ook gelijk gebruik van kunnen maken. Maar voordat dat kan, moeten we natuurlijk nog wel eerst even het een en ander aan dingen verrichten als het ware. Dus als allereerste maak ik even snel wat bricks. Sommige mensen zullen zich misschien afvragen waarom ik dat doe. Dat zal ik jullie zo direct even laten zien. Het is nu nacht en dat mag het voor mij wel even blijven. Dan kan ik namelijk zo direct gelijk even kijken of het werkt. Hé, ga weg! Ga weg bij mijn ei! Inderdaad, jij dwaas een beetje op mijn ei lopen staan. Dat is een heilig ei hoor. Daarom heb ik ook een soort van altaar voor gemaakt. Omdat hij namelijk een soort van heilig eruit moet zien. Nou, eerst krijgen we dit. Dat is even het nummer 1 iets. Omdat we namelijk eerst ervoor moeten zorgen dat de mobs in een soort van klein kamertje spannen. Die helemaal overdekt is. Zodat het lekker donker blijft. Klinkt wel erg vies en raar en allemaal. Maar jullie zullen het waarschijnlijk wel begrijpen. En zodat ze er dus niet uit kunnen komen. Dat is ook heel belangrijk. Want kijk, anders spannen ze er namelijk naast. En dat moeten we uiteraard proberen te voorkomen. Zometeen kan dat trouwens niet meer wanneer we dit allemaal dicht hebben gemaakt. Het is tenminste de bedoeling dat het daar niet meer kan. En ik hoop dat dit dus mijn allereerste zelfgemaakte XP-vorm gaat worden. Waarschijnlijk heb ik hem veel ingewikkelder gemaakt dan dat nodig is. Maar dat heeft er dus mee te maken omdat ik hem namelijk zonder enige tutorials en zonder andere dingen op het internet heb gemaakt. Dus als er bepaalde dingen bij zitten die makkelijker kunnen of die efficiënter kunnen, dan kan dat best wel zijn. Maar dat komt dan dus gewoon omdat ik het helemaal zelf heb gemaakt. En dat vind ik ook wel weer iets hebben. Als deze XP-vorm namelijk ooit gaat werken, ooit in een bepaald millennium, waarbij er waarschijnlijk al mensen zijn die met hovercrafts naar hun werk gaan, dan ben ik heel erg blij, want dan heb ik namelijk in ieder geval het laten werken. Ik heb wat kijken of we wat doen. En of dit gaat werken, dat weet ik niet. Ik wil eigenlijk heel even kijken of ik wat stairs had. Dus dan moet ik dit nog heel even dichtmaken zo. En dan wou ik eigenlijk hier even wat stairs overheen gooien als dat kon. Dus dan dit hier. En dit hier. Ja, ik weet eigenlijk totaal niet wat ik aan het doen ben hoor, maar ik probeer er gewoon even wat moois van te maken, to be honest. Dit hier. En dit hier. En ik word bekogeld door... Oké, dat is niet heel erg chill. Als hier zo meteen gaat spammen, dan... Serieus? Hoor ik het nou goed? Hoor ik het nou goed? Hoor ik het nou... Je gaat er niet vertellen dat er al een aantal zitten, hè? Ah, één. Eén. Ja, die is in de vorige aflevering ingekomen. Ik denk van, er zitten er al een hele hoop, joh. Ik denk van, ga je me nou serieus vertellen dat hij nog niet eens af is en dat hij nu al gedeeltelijk allemaal werkt? Was er maar zo. Maar dat komt zo meteen wel, denk ik. Want dit hebben we nou de vorige aflevering weten te doen. We hebben zeg maar dat hele watersysteem gemaakt. Waardoor ze eigenlijk door het water een beetje getransporteerd worden. Van de ene plek naar de andere plek. Dat is namelijk de nummer 1 doelstelling die je eigenlijk... Of de nummer 1 maatregelen die je moet nemen wanneer je gaat beginnen met het maken van zo'n XP-vorm. Tenminste, als je kijkt naar mijn ontwerp. Dit is namelijk puur mijn ontwerp. En misschien moet het wel helemaal niet op deze manier, maar ik maak het gewoon lekker op deze manier. En dan zien we vanzelf of het ook daadwerkelijk een handige manier is om het op te maken als het ware. Of het een handig concept is om uit te werken. Ja, het concept is eigenlijk gewoon hetzelfde. Het maken van een XP-vorm. Iedereen heeft wel weer zijn eigen maniertjes ervoor. Sommige mensen die kijken tutorials op YouTube. Maar sommige mensen als ik die willen het helemaal zelf proberen te doen. En ik vind het namelijk leuk. Want stel voor het lukt mij om op deze manier een XP-vorm te maken. Dan weet ik in ieder geval dat ik dus niet letterlijk overal tutorials voor nodig heb. Dat is wel fijn om te weten. Want normaal gesproken zoek ik voor dit soort dingen altijd tutorials op. Of ik maak het gewoon niet. Omdat ik dan namelijk denk van nou dat gaat me toch niet lukken. Maar in dit geval heb ik gewoon een knoop een soort van doorgehakt. En dacht ik van nou weet je, ik ga het gewoon proberen. En wie weet, misschien lukt het wel. En daarom ben ik nu dus ook aan het doen. Dit is wel heel erg kut, by the way. Dat we er echt precies tegen het objective board aan hebben gebouwd. Dat zuigt erg hard. Maar het zit er letterlijk precies tegenaan. Maar ja, het ziet er goed uit. Ik bedoel, ja, ik heb totaal geen problemen mee. Wanneer we dit gewoon aan elkaar sluiten, ziet het er in principe ook weer grappig uit. Gewoon zo'n klein raar huisje. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat we er bovenaan even wat glas doen. Ook al weet ik niet of die mobs dan daglicht ontvangen. Want ze mogen eigenlijk helemaal geen daglicht ontvangen. Omdat ze namelijk, ja, zoals ik jullie al had verteld, ze moeten namelijk echt afgezonderd zijn en helemaal donker zijn als het ware. Oké, nice. Dit is goed. Deze mag trouwens ook weg. En hetzelfde geldt. Oh, kut. Dat was totaal niet de bedoeling. Come on.
Waar teleporteer ik mezelf naartoe? Alsjeblieft niet naar de verkeerde plek. Alsjeblieft niet naar de verkeerde plek. Waar de fuck ben ik? Oh, ik ben hier. Oké, dan. Waar is nou weer die mobvorm als het ware? Ben ik er nou zo ver van weg geteleporteerd? Oh, weet je wat het is? Ik heb misschien al fucking 450 dagen, zowat al 440 dagen in dezelfde map. Maar nog steeds ben ik elke keer aan het ronddurpen van waar ik nou precies naartoe moet. Dat is echt ongekend gewoon als je er dus over nadenkt. Maar dat zorgt ook wel weer voor de leuke fragmenten. Want dat is namelijk hetgene wanneer je zo lang in dezelfde map zit. Je moet soms echt weer even een beetje wennen van, hey, waar had ik ook weer dat gebouwd? Waar had ik ook weer dat gebouwd? Ik heb namelijk al zoveel dingen weten te bouwen. In de tijd dat ik Survival Island doe, is de map natuurlijk wel een aantal keertjes corrupt geraakt. Maar dat, ik bedoel, dat gebeurt iedereen wel eens een keer. Dat kan namelijk eenmaal. Hier moeten we eigenlijk even wat slaps over. Nee, hoeven we helemaal geen slaps overheen te leggen. Kut. Oké. Ja, we moeten eigenlijk wel even een trappetje hebben. Nou, we hoeven niet per se een trappetje te hebben. Ja, als het goed is, spannen ze nu hierin. Dat kan niet anders, als jullie kunnen zien. Ja, er zit daar nog een fakkel boven. Die moet ik natuurlijk even weghalen. Maar zodra die fakkel weg is, dan zullen ze sowieso overal gaan spannen, denk ik. Of kan dat niet, omdat ze namelijk hun kop stoten? Oh man. Ja, het werkt! Oh nee, kut. We moeten natuurlijk dit nog even... Ja, dat dacht ik al. Jij moet even dood. Het werkt wel hoor, jongens en meisjes. Het enige probleem is een beetje dat ik dit vast vergeet allemaal zo dicht te maken. Dat moet namelijk even een dubbele laag zijn. En nu werkt het. Nu hoort het te werken. Ik zou de options op hard zetten. En ik snap niet waarom het hier... Oh, het is natuurlijk nog niet helemaal dichtgemaakt. Maar als ze nu hier spannen, hoort het gewoon te werken. Dan hebben ze namelijk eigenlijk... Dan spannen ze hier, ze glijden naar beneden toe. En dan moet het gewoon goed zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd of het ook echt zo is. Even kijken hoor. Ja, ik moest wel even snel... Ja, het is even een kut manier om mezelf mee naar boven te halen. Jullie hebben daar gelijk aan als jullie dat denken, maar het moet heel even. Zo, als ik maar heel even boven kom, ben ik al tevreden. Ik had eigenlijk enderpearls mee moeten nemen, maar die had ik dus even niet. Zo. Oké, dit moeten we dus ook even dichtmaken, want dat zorgt er namelijk voor dat ze helemaal geen licht meer hebben. Hoe de fuck komen ze daar nou weer dan? What the actual fucking fuck? Zijn ze er nou doorheen geglitcht? What the fuck? Oké, dat kan. Dat schijnbaar. Glitchen ze er nou doorheen? Hoe zit dat? En dat is de reden waarom ik dus heel even een trappetje moet gaan maken. Ik kan dit wel gebruiken als trappetje. Ja, dat is perfect. Zo. En dan moet ik heel even snel wat... Het werkt niet. Omdat ze namelijk op een of andere manier ergens naartoe willen. Wat, waar willen ze naartoe dan? Ze willen ergens naartoe, want ze kijken namelijk allemaal dezelfde kant op. Waar worden ze door geraakt? Oh man, ga je me nou vertellen dat het toch niet werkt? Ah, ik weet wel waarom, denk ik, niet werkt. Wacht even. Ja, het platform had groter gemoeten. Oh, nu werkt het in één keer wel. Dus dit... Oh, ja, tuurlijk! Nee, maar dan spannen ze toch hier? Oh, ze gaan automatisch. Oké. Oh, kut. Ja, ik weet ook niet echt wat ik aan het doen ben hoor, guys, to be honest. Maar ik ga gewoon net zo lang door totdat het in één keer schijnt te werken wat ik aan het doen ben. Dat is altijd zo bij mij. En meestal lukt het de eerste paar keer niet. Maar als ik dan een tijdje bezig ben, dan realiseer ik me wel van dit had veel makkelijker gekund. Maar dan is het me wel gelukt. En dat is waar ik ook waar ik voor ga nu. Het hoeft voor mij niet mooi eruit te zien. Kijk, en als ik dan... Ja, het werkt. Het werkt. Het werkt gewoon. Dit werkt. Het is heel raar gedaan, want ik had namelijk een platform moeten maken. En dan elke hoek, als het ware 9. Ja, hoe kan ik dat het best uitleggen? Dat klinkt heel raar zoals ik het nu zeg. Maar wat heb je dan? Hoe kan ik dat het best zeggen? Dan heb je zeg maar een platform. En in elk hoekje aan de buitenste lijnen van dat platform, als het ware, dan moet je een waterbucket plaatsen. En op die manier komen alle waterstromingen naar elkaar toe. In het midden. En dan gaan ze automatisch naar de goede kant. Maar dan kunnen ze ook geen verzet bieden. Dus dat had ik eigenlijk moeten doen. Maar ja, dat heb ik dus niet gedaan. Wat niet heel erg is. Ook al hadden we dus wel gemoeten. Kan ik... Ik ben nu aan het minen, joh. En waarschijnlijk kom ik zo meteen weer ergens uit waar ik totaal niet uit hoor te komen. Oké, ik hoop dat ik nu op de goede plek uitkom. Ja, oké, ik kom in mijn clubhuis uit. Oh man, dit is altijd zo idioot, hè. Dat is het enige nadeel aan het hebben van zo'n enorm groot eilandje. Met allerlei verschillende soorten bouwwerkselen. Je komt van de ene plek om je in één keer bij de andere plek uit. En dan vraag je je uiteraard af van, hoe de fuck ben ik hier gekomen? Dat zijn een beetje de enige nadelen van het hebben van zo'n ongelooflijk groot eilandje. Dit is namelijk gewoon onvatbaar gewoon. Of ja, onvatbaar. Ik bedoel, het is niet echt een heel groot eilandje. Maar het is gewoon al het werk wat erin heeft gezeten. Al die dingen die we erin hebben gebouwd, weet je. Het is gewoon heel erg tof. Er zijn natuurlijk een aantal rollbacks geweest, zoals ik al een keer verteld. Dat hadden we hier geen enderpearls in. Huh. Zoiets kan ik me nog herinneren.
Nou, we hebben hier ook nog genoeg enderpearls. Misschien heeft het te maken met die rollback die toen is geweest een aantal dagen geleden. Ik weet niet eens meer waardoor dat kwam. Ik geloof door een bepaalde Minecraft-update. En dat ik toen per ongeluk net een versie eerder joinde dan een versie dat die daadwerkelijk hoorde te zijn. Gelukkig is daar niet te veel door verwoest. Maar misschien die enderpearls die dan weggeteleporteerd zijn. Of enderpearls die weggeteleporteerd zijn. Oh, wat grappig, joh. Nou, maar zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Oké. Ja. Kijk. Dit moet even dicht. Zo. Ah, dit werkt. Ik geloof dat ze een veel te kleine ruimte hebben om te spannen daarentegen. Ik geloof dat ze namelijk nu alleen maar via de onderkant kunnen spannen. Als ik dit nou allemaal dichtbouw, hè? Kunnen ze dan spannen? Het lijkt er wel op, maar... En nu heb ik het namelijk allemaal dichtgebouwd. En misschien, heel misschien, werkt het nu alsnog. Omdat ze dan misschien nu, ik zal wel even kijken, spannen via de onderkant. Zo. Zou dit kunnen? Zouden ze nu via de onderkant spannen? Ja, het beste is dat ze via alle kanten spannen. Ik kan natuurlijk wel gewoon zo doen, dat is geen probleem. Nu kunnen ze via de voor- en via de achterkant kunnen ze spannen. En misschien als ik dit zo doe, kunnen ze alsnog via... Ja, dat kan wel. Ik heb een idee. Ze kunnen wel via de zijkanten blijven spannen. Maar, dan moet ik even twee dingetjes doen. Dat kan wel. Dat kan wel. Ik heb wel een idee hoe dat kan. Namelijk op de volgende manier. Ik heb heel even snel wat water nodig. Oh man. Het is zo apart, want ik maak namelijk echt mijn eigen XP vorm momenteel. Op een manier waarvan ik zelf eigenlijk niet eens weet hoe het werkt. Want ik ben namelijk allemaal dingen aan het plaatsen en doen. Maar ik heb nog nooit echt eerder een XP vorm gemaakt. Dus sorry daarvoor. Maar, ik bedoel, we hebben dat huisje hebben we al. En we hebben de toepasselijke dingen, zeg maar. De dingen die je moet toepassen. Die hebben we allemaal wel. Dat is wel goed. Toepasselijke dingen. Ik bedoel, de extra dingen, zeg maar. Ik zat namelijk zo van, ze kunnen nu aan de zijkanten spannen, weet je wel. Dus we dan hier gewoon... Dus gaan nu natuurlijk proberen. Dus ik kan gewoon dit doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kijk. Ja, dit werkt. Of stroomt het dan alsnog die kant op? Nee, het stroomt gewoon de goede kant op nu. Dit werkt. Dit is gewoon een 100% werkend iets. En dan hier dus ook. Oh, dat maakt niet uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is goed. Twijfel, maar ik geloof dat dit werkt. I think. Dit is het concept. Dit is inderdaad zoals het moest. Zoals ik al zei, ze komen nu van, kijk, waar ze nu ook spannen, ze zullen altijd die kant op worden geleid. Hoe je het ook went of keert. Alleen ze kunnen niet via de bovenkant spannen. Dat moeten we ook even fixen. Nee! Wat? No freaking way! Nooit! What the actual fuck? Oh my god. XP farm maken gaat fout. X fucking P farm maken gaat fout. Oh god, guys. How did we do that? Efficiency 5. Oh my god. Ja. Oké. Job, denk na. Maakt niet uit. Ik zorg ervoor dat die mopspannen daar terugkomt. Er is een manier voor. Wat ik doe is offscreen zet ik even too many items zet ik erin. Dan gooi ik die mopspannen, gooi ik daar weer terug. En dan is het goed. Oké, geen probleem. Dit kan gebeuren. Zo kut. Het kan gebeuren. Fuck, man. Zo, hé. Dat had ik niet eens door. Oh, man. Dat zuigt. Kut. Dat is gewoon echt heel kut.
Nou, dat is geen probleem. Ik zorg ervoor dat ik hem terugzet. Ik zorg ervoor dat ik hem terugzet. Ja, dat komt echt puur door die efficiency 5. Je hoeft hem maar 2 seconden aan te raken en hij is weg. Je hoeft hem echt maar een paar seconden aan te raken. En hij is gewoon gone. Oh. Ik vond het cobblestone wat hebben, by the way. Dus vandaar dat ik het even met cobblestone indek. Ja, ja, dat is heel dom van me geweest. Ook al kan ik er vrij weinig aan doen. Want ik wist namelijk niet dat het zo snel zou gaan, eerlijk gezegd. Ik had gedacht, oh shit. Shit, en nog eens shit, jongens en meisjes. Het maakt niet uit. Ik zorg ervoor dat hij de volgende aflevering terug is. We kunnen alsnog de XP voor hem afmaken. Ik bedoel, de zombies hoeven er nog niet te zijn als hij de volgende aflevering bestaat. Dan kunnen we namelijk de volgende aflevering zien of die ook echt werkt. Kijk, dan kan ik daar kan ik bovenkant glas doen. Heb ik net dat vette ontwerp en dan maak ik een ongeluk kapot. Oh, dat is zo kloot, hè, jongens en meisjes. En het erg is nog wel dat het ook totaal niet met opzet was. Het was even zo van, oh, dat blokje moet even weg. Anders kunnen ze daar niet spannen. En voordat ik het wist, was hij weg. Voordat ik het wist, was hij weg. Nee, hier moeten we glas dan, of niet? Nou, dit is ook wel goed zo. Oh god, guys. Dat is zo kloten dit, hè. Het is zo kloten. Hebben we hem eindelijk zo goed als af? En dan gebeurt dit. Oké, okay, maakt even niet uit. Laten we het er maar gewoon even op houden dat dit gewoon wat beginnersongeluk is, als het ware. Hier hoeft niks te gebeuren. Want de spannen hier... Ja, dat nu niet in ieder geval. Maar daar komt natuurlijk de spanner. En de spannen ze dus hier. Dan worden ze hier naartoe geleden. En dan worden ze... Ja, daar zitten nu, als het goed is, nog wel een paar. Inderdaad. Oh, er zitten er geloof ik echt al een hele hoop. Het werkt. Het werkt. Het werkt. We zijn het misschien wel kwijt. Maar het werkt wel. Nee, ik moet even... Come on. Ik moet wel even... Oh, dat zijn stairs. Oké. Okay. Nu werkt het. Het is misschien nu wel een soort van gedeeltelijk mislukt. Maar maakt niet uit. Het werkt. Zo, het werkt! En of het werkt! En of het fucking werkt! What the actual fuck? We hebben een werkende XP farm! Wat? Nice! Kijk dan! How efficient! Ja. Het werkt. Het fucking werkt. En hier moeten ze dan naar beneden gaan vallen. Het maakt niet uit dat hij weg is hoor. Ik zorg ervoor dat ik hem terughaal. Want hij werkt. En dat is gewoon even waar het om gaat. Kijk. Ze zullen nu. Hier. Zullen ze naar beneden gaan vallen. En als ze dan naar beneden vallen. Ja, ik weet niet hoeveel falling damage ze ongeveer moeten nemen. Ik ga er zo van uit dat ze ongeveer. Hoeveel falling damage zullen ze moeten nemen? 10 blokjes of zo. Zou dat ze dood maken? Hoeveel blokjes heb ik al? 1, 2, 3, 4. Als ik ze een paar keer hoef te staan, is niet erg. 5, 6, 7, 8. Ik denk dat ze dit wel overleven. Dit moeten ze wel overleven. Dan komen ze hier. En dat is het. Dat is eigenlijk alles. En dan moeten we hier een klein kamertje maken waar we dan de XP gaan meenemen. En dan zijn we klaar met het maken van de XP farm, guys. Alleen nog maar even die... Ah, inderdaad. De mobspawner terugzetten. En dan is het dan... Dan is het gewoon klaar. Dan hebben we gewoon een werkende XP farm weten te maken. Wat ik voor mij doen erg knap vind. Want ik heb het nog nooit namelijk echt helemaal zelf gedaan. Welke een keer heel erg lang geleden in Minecraft. Maar ja, dat was door middel van een tutorial. Dus de XP farm is af. Alleen... Oh mijn god, de spanner is weg. Dat is het enige nadeel. En dat is ook best wel een huge ass nadeel daarentegen. Maar dat maakt niet uit. Kijk, hier komen ze dan uit. Ik begin telkens meer verstand te krijgen van Minecraft, jongens. Maar ik mag ook wel nadat ik het al 2,5 jaar of zo speel. Maar kijk, ik bedoel te zeggen is van... Oh, ik had zo moeten uitkijken met de XP farm. Maar het is totaal niet erg daarentegen. Ik zie wel even een fakkel neer. Maar uiteindelijk mogen die natuurlijk weg. Want hier spannen ze dan natuurlijk. En het beste is dan dat ze dan hier inkomen. En dat we ze dan via deze kant kunnen slaan tegen de hoofden. Ja, of tegen de benen. Het is makkelijker als we tegen de benen slaan. Zo moeten ze hier terechtkomen. En dan moeten... Kijk, dan moeten we het zo doen. En dan moeten hier... Moet een fans komen. Of een ster kan ook. Kijk zo. En dan kunnen ze geen kant op. En dan kunnen we ze slaan. Dus het is af. Het is gewoon af. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dit is eigenlijk alles. En dan zouden we hier in principe nog een chest kunnen neerzetten. Hier zo. Dat ze daar zeg maar... dat daar alles in invalt zeg maar. Dat is misschien nog niet eens een heel dom idee. Dus dat we hier zeg maar een kist neerzetten. Als we hem zo neerzetten werkt het helemaal. Dus, oké, okay, laten we dat nog even doen. Dat we hier dus die kist neerzetten. Zodat in ieder geval de items wel gewoon gesaved worden als het ware. Dit is denk ik het beste. Zo. It's freaking working.
It's freaking working. En als hier dan even een ster naar boven wordt gemaakt, dan kunnen we naar boven gaan. En dan hebben wij gewoon onze fucking werkende XP-farm. Ja, jongens en meisjes, jullie horen het goed. Een werkende XP-farm. Ik ben er super blij mee. Hopelijk zien jullie dat ook. Ik moet dus eerst even offscreen ervoor zorgen dat ik de boel weer terug krijg. Oftewel, dat ik de mogelijkheid krijg om die XP-farm even snel terug te spannen. Dat is namelijk wel de bedoeling. Oh. Oh, scheiße. Wacht even hoor. Waar komt dit uit? Waar de fuck komt dit uit? Kut, niet bij water. Dit komt uit bij water, hè? Oké, als ik dan heel even hier een plateauotje weet te maken. Want we zullen toch echt ons eilandje enigszins moeten gaan aanpassen. Puur voor deze farm. Dat is het enige nadeel, een beetje. Kijk, als hij hier... Hij komt via deze kant dus. Zo. Als ik dan zo dit even zo doe. Zullen we dit dus wel wat hoger moeten maken, maar dat is geen probleem. Is er geen andere weg waar we via de XP-farm kunnen? Dit moet kunnen. Ik moet heel even kijken hoe ik dat dan ga aanpakken. Zonder dat het dooi vallen, nee. Zonder dat het er fucking lelijk gaat uitzien. Want dit leidt er naartoe. Ik heb al een idee. Het is onder de brug. Dat is het hele nadelige hier een beetje. Oké, wacht even hoor. Oké, heb ik nog wat meer? Even met cobblestone is ook geen probleem. Hop. En als we hier dan het even naar de oppervlakte weten te laten uitkomen, dan kunnen we hier de ingang maken als het goed is. Ik hoop het in ieder geval. Dat die XP-farm weg is, is dus best kloot. Of dat die mobspawn weg is. Maar ik kom terug, hoe dan ook. Dat durf ik jullie te beloven. Ook al moet ik er heel erg veel moeite voor doen. Ik moet dat terugkrijgen. Zo, ik moet even mooi doen. Hè? Dan moeten we ook even mooi doen. Oké. Dus dit is hoe we het doen. Kut. Hoe gaan we dat dan? Oh, er moet natuurlijk even een trappetje worden gemaakt. Dus dat wordt dan zo gedaan, denk ik. Kijk, klein plateauotje. Lekker duidelijk. Via dit plateauotje kun je naar de XP-farm toe. Moeten we natuurlijk... Maar we moeten even snel dat bruggetje even afmaken. Dat is wel fijn als we dat deze aflevering even weten te doen. Dat bruggetje. Jullie begrijpen wat ik bedoel met een bruggetje. Dit dus. Zo. En dan hier nog even. Oh man, dit is zo moeilijk, guys, om te maken. Ik had het niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Maar toch, zonder tutorials ben ik er best wel trots op dat ik dit zelf weet te doen. Ik had het natuurlijk via tutorials kunnen doen. Maar ja, dan was het waarschijnlijk weer offscreen gebouwd. En hadden vele mensen misschien gedacht dat ik dat ingecheat. Zou ik zelf ook denken als je in één keer een XP-farm hebt staan bij iemand. Dus vandaar. Oké, dus hoef alleen nog maar even dit in te vullen, toch? Tot hoe ver is het? Tot en met hier. Oké, dus dit moeten we even invullen. En wanneer we dan dit even hebben ingevuld, dan zijn wij klaar. Ga ik het halen? Ja, dit lukt wel. Zo. Hoppakee. Maar nu mag dit allemaal weer weg. Tenminste, zo goed als. Hoppakee. What the fuck is dit, joh? What the fuck? Wacht, wat? Hoe moet hij... Waar was het nou? Hier. Hè? What the fuck? Wacht, wat? Oké, wacht. Is geen probleem. Ik moet gewoon even de XP-farm ingaan, dan kom ik er zelf wel. We zeiden dat we de XP-farm in een paar afleveringen hebben weten te maken, ben ik blij mee. Dat de mobspanner in een paar dagen weg is, ben ik wel wat minder blij mee. Maar ik ben Job van Doe Maar Game, jullie hadden eigenlijk ook niet meer kunnen verwachten dan dat. Dat zou gaan gebeuren, zoiets, dat zou ook alweer zo wat verwachter zijn geweest. Oké. En dat die werkt is in ieder geval heel erg fijn. Oh, ik ben nu wel de pineut trouwens, kan ik jullie vertellen, want let op. Ik ga namelijk nu op de plek uitkomen waar de zombies om te gaan uitkomen. Ik ga dus aardig wat falling damage doen. Let maar op, ik kom namelijk... Dit is wat er met de zombies gaat gebeuren. En die komen dan uiteraard hier. Oh, what the fuck? What the fuck? Wacht even, wat? Oh, kutzooi. Oh, scheiße. Oh, jou hoor. Ja, dat kan erbij.
Zullen we dat anders maar heel even dichtmaken misschien? Inderdaad. Mogen jullie even allemaal dood. Spijt me dat ik jullie moet doodmaken. Terwijl jullie eigenlijk ook bij mijn eilandje toe behoren. Maar sorry, de mobspanner is incoming. Hoop ik tenminste. Oh, ik kan niet eens oppakken al dat eten. Ja, dan niet, weet je, dan niet. Beetje zonde, maar hey, kunnen we niks aan doen. We moeten dit natuurlijk allemaal nog mooier gaan maken. Maar dan heb ik wel eerst even weten dat het werkt. Hè? Nee, what the fuck? Waar hadden we het nou? Hè, waar hadden we nou ook alweer? Oké, wacht, ik raak nu echt in de war namelijk. Ik moet wel even weten. Want hier zitten die schapen. Maar waar hadden we dan ook alweer dat gedeelte, zeg maar, wat we net hadden gemaakt? Dat bruggetje. Was dat hier niet? Het moet hier ergens zijn. Kijk, ik doe dit expres even, want dan kan ik namelijk heel even kijken wat er nou... Waar is het misgegaan? Waar is het misgegaan? Is er nou... hoeveel blokjes is dat? 1, 2, 3, 4, 5. 6 blokjes. Dus dan is het vanaf dit blokje. 3, 4... Ja, inderdaad, dit is het. Oké, dan. Hoe moeilijk is het, Job, om een trappetje te maken? Ik bedoel, de vorm maken is mijn probleem. Niet alleen dat hele fucking trappetje er naartoe. Oké, dan. Dus nu is het een kwestie van naar boven lopen. Hoop ik. En dan zijn we er. Oké, mooi is het niet... Maar het werkt wel. En laten we eerlijk zijn, daar gaat het momenteel even om. Dat het mooi is, het komt later allemaal wel. Oké. Dus dit is gewoon... Nu werkt het. Nu hoort het te werken. Ze knallen naar beneden. Wij staan hier om ze op te wachten. En wij geven ze een paar klappen en ze zijn dood. Dus dit is, jongens en meisjes, de werkende XP-farm. Zonder mobspanner. Fuck it. Nee, maar we moeten die mobspanner dus even snel krijgen. Want het werkt natuurlijk wel. Maar ja, we moeten dus wel eerst even die mobfarm aan de gang krijgen. Ik ga het in ieder geval belaten voor deze aflevering. Offscreen ga ik de mobspanner terughalen. En dan kunnen wij de volgende aflevering even gaan genieten van de werkende XP-farm. Want ik kan me voorstellen dat velen van jullie het wel tof vinden dat ik dit voor elkaar heb gekregen, als het ware. Ja, voor elkaar heb gekregen. Zo moeilijk was het nou ook weer niet. Ik moet ook niet overdrijven, want het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Vonden jullie hem nou leuk? Dan kunnen jullie hem natuurlijk even een blauw duimpje omhoog geven. We hebben de XP-farm afgemaakt. Alleen de mobspannen moet nog even terug. En dan zijn wij helemaal ready to rumble. Dus hopelijk hebben jullie er allemaal heel erg veel zin in. Ik ga even iemand in de boekenfame zetten en op de wallfame zetten. En dan ga ik het hierbij laten voor deze nieuwe Survival Island video. En morgen om 19:30 komt dus het vervolg van dit alles. En dan gaan jullie zien hoe het afloopt. Want ik kan me voorstellen dat velen van jullie nu denken van... Oh mijn god, hoe gaat het aflopen? Ga je hem terugkrijgen? Ga je hem niet terugkrijgen? Wat gaat het worden? Nou jongens en meisjes, dat gaan jullie morgen om 19:30 zien op mijn gamekanaal Doe Maar Game. En natuurlijk om 16:30 en om 17:30 ook weer een nieuwe video. Dus dan weten jullie morgen wel wat er allemaal wat niet gaat gebeuren. Dat zien jullie morgen wel, bedoel ik. Het gaat in ieder geval allemaal super sick worden, kan ik jullie nu al verzekeren. Geloof me. Ik heb er heel veel zin in ieder geval. Even kijken. Degene die erin gaat komen... dat is. Even kijken. Ik moet heel even kijken welke ik nou in mijn... Hoe heet dat? In mijn hoofd had. Ik had namelijk iemand. It's Bauma. It's Bauma. Oh, wel hoofdletter. Ja, wel netjes. Bauma, It's Bauma. Heb ik het goed geschreven? Ja hoor, ik heb het goed geschreven. En nog even iemand op de wallfame. Oh, ik heb nu al zoveel zin in de volgende aflevering, hè, jongens en meisjes. Om te kijken of het werkt. Ik ben er zo benieuwd naar. Ja, het werkt sowieso. Ik bedoel, toen we net even gingen kijken. Toen we zeg maar net per ongeluk de mobspannen kapot hadden gemaakt. Zagen we hoeveel mobs er waren. Moet je nagaan maar wanneer we het echt gewoon even een uurtje laten staan, bijvoorbeeld. Dat is echt insane gewoon. Ook ja, dan zou je dan de XP net zo goed kunnen inspannen. Die doet er allebei niks voor. Of nou een uurtje wachten of gewoon een uurtje inspannen. Of gewoon in één keer inspannen, bedoel ik. Maakt niet uit. Maar het werkt wel. Dus als we dan een keer een aflevering opnemen, kunnen we elke keer aan het einde van de aflevering of aan het einde. Van na 3 afleveringen bijvoorbeeld. Gewoon eens een keertje kijken. Dus dat is wel tof. Even kijken. Welke ik erin ga zetten. Gmod Place. Gefeliciteerd met jouw plekje op de Wall of Fame. Dus nu dan zet ik een persoonlijke naam van iemand erop. Ligt gewoon aan wat voor reactie het is. Het gaat maar niet om de kanaalnaam. Of je kanaalnaam nou is Pieters aan het poepen. Of Gmod Ultra NoScope 64HD. Maakt maar niet uit. Je kunt erop komen als je een like achterlaat op de video. Als je hem leuk vond uiteraard. En als je even een reactie achterlaat. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En tot morgen om 19:30 bij Nieuws 5 aan het video. Waarbij we even gaan kijken of het geautomatiseerde XP-farm geval werkt. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, laat de mensen.